beste kijkers, in een van mijn vorige video's vertelde ik hoe je je kip of haan moet kortwieken. Maar je moet dit ook onderhouden. Want na enkele maanden groeit de vleugel terug, zoals jullie hier kunnen zien. En kan de kip weer ontsnappen, zoals in dit geval bij Bobby gebeurt. Iedere dag opnieuw maakt ze er een spel van om opnieuw te ontsnappen. Dus wat gaan we doen? We gaan opnieuw Bobby kortwieken. Ze is nog niet volledig teruggegroeid, de vleugel. Maar er staat toch al een heel deel, waardoor dat ze genoeg grip heeft om te kunnen ontsnappen. Wat gaan we doen? We nemen er een schaar bij natuurlijk. We nemen Bobby in een houtgreep. En we knippen weg. We maken met veel tegenzin de vleugel terug zo kort mogelijk. Ik herhaal hierbij ook dat dit geen pijn doet voor de kip, zolang je de slagpinnen wegknipt en niet in het vlees hieronder knipt. Je kunt zien dat die mooi kort zijn, er bloeit niks en dat is het beste om ze te kunnen knippen. Maar nu gaan we ze er terug bij zetten en hopelijk ontsnapt ze niet meer. Jullie ook succes!